kijkers van DGL, welkom bij een extra aflevering Londen, die grap uit zijn dus, aangekomen bij aflevering 24. Dit is een extra aflevering, gewoon omdat er dus vandaag geen Hurricanes line komt, dat jullie waarschijnlijk op door hadden. Vraag je misschien af, waarom? Het is bevestigd, Hurricanes gaat eruit, maar ik weet nog niet wat ik in de plaats van Hurricanes ga spelen of ga opnemen of ga doen voor jullie, weet ik dus nog niet. Ik heb aan survival getwijfeld als ik een nieuwe survival start. Ik heb getwijfeld om een extra lol te doen. Ik heb getwijfeld aan terug eurotrui. Ik heb aan van alles en ook wat getwijfeld is nog altijd niet bevestigd. Wat ik dus ga doen. Maar goed, het is dinsdagavond, 8:30. Pluto is er ook bij. En dat is het. Ik denk dat we maar gaan trekken op tocht. Ik wil zeggen, we gaan een paar eitjes zoeken, maar dat kan niet meer. Ik heb mijn best gedaan om eitjes te zoeken. Die zijn aan mijn coins. Ik heb er 13.379. Oneven natuurlijk. Door de coins komt dat. En dan straks heb ik nog 111 coins bij gekregen. 111 mensen online waren tijdens de livestream. Gisteren dus, zeg maar, als dit is online, was het gisteren. Was er een stream. Maximum hebben we behaald van 120. Dus daar konden nog 30 mensen eigenlijk erbij. Oh ja, de die heb je. Er is een top 10 gemaakt van de mensen die met de eitjes hebben gewonnen. Moet eens even kijken. Een attractietje doen. We gaan binnenkort gaan we echt met gastjes proberen te beginnen. Gasten. Waar gaan we in? We kunnen naar attracties gaan, maar welke? Keuze genoeg natuurlijk, dat hebben we nog niet gedaan. Moet ik eens even kijken, Wally, River, Krebs, Malworld, Donnermijn, Main Street, dus niet zo'n VIP-stad. Eens kijken hè, de VIP-plaza is geen attractie, dit doen we niet. Donnermijn hebben we al gedaan, Small World, it's a small world, ik denk het ook. River, Krebs ben ik zeker van de Wally, weet ik niet. Het Huis van Magica, dat is nieuw in aanbouw, deze hebben we al 3 gedaan. Ratatouille ook, Wrecked Wolf hebben we denk ik. Nee, we gaan Wreck It. Pluto doet je open, bedankt Pluto. En wie hebben we hierbij? Voilà. Daar gaan we. Wrecked Wolf. Garages. Oh, dat was even aan het testen. Maar, hey, dit is raar. Pas geleden was de racket 100% zonder rails. Hebben die teruggezet? Oh, dat vind ik jammer, want zonder rails vond ik het ook wel grappig. Oh, is die gesloten? De lampjes zijn uit. Yo. Daar gaan we, naar de racket wall. De rails zijn dus teruggeplaatst, jammer. Ik ga zo blijven zitten, want wij zitten zeg maar zo. Ik heb hier met zijn voeten in mijn nek. En raar, want ja, laatste keer dat ik erin ben geweest, zaten hier gewoon de dingen in mijn nek. We zitten eigenlijk zo, dus moet je zo kijken. Waren er geen rails. Vind ik echt jammer dat ze terug zijn. Maar aflevering 24 van Disneycraft, paaseitjes, zoektocht, periode van 2 dagjes is om. En het volgende event, dat is waarschijnlijk, dat is het studio event. Dat is dus het grote event, de studio's gaan op het moment. Nu nieuwe attracties, zoals de Toy Story, de dingen, daar komt ook een theekopjes attractie zat daarin. En daar ben ik ook heel benieuwd naar, want die kan werken. Daar heb ik het al gezien dat ze die aan het maken zijn met die kunnen laten werken. En mij lijkt het eigenlijk vet dat ze dat doen zoals een Craventure en niet zoals de Sprookjescraft. Want de Sprookjescraft hebben ze Monsieur Carnival. En daar kunnen zeg maar alleen de zetten minecarts in de kopjes en dan kun je die letter omdraaien. En in Craventure hebben ze ook Monsieur Carnival staan. En daar heb je een heel fatsoenlijk systeem. Daar staat Minecraft op een plateau. En dat plateau, dat draait zelf op de grond. Dus dat vind ik daar wel realistischer aan. Aan een Craventure. En
We kunnen daar een keer naartoe gaan. We kunnen ook Gravenscherin doen, nu ik het zo bedenk. Ik weet het allemaal niet. Ik weet het echt allemaal niet. Als jullie dat willen, laat het achter in de comments. Dan ga ik op woensdag Lol en Gravenscher of Gravenscher doen. Niet dat het onmiddellijk Lol en Gravenscher moet eten, maar... Dan hebben wij zeg maar twee pretparken en dan moet ik het schema een beetje aan gaan passen. Ja, dan ga ik het schema aanpassen. Dan wordt het maandag Lol Disneycraft. Dan wordt het dinsdag... niks. Maar dan wordt het woensdag dus geen Lol en Gravenscher rechtstreeks. Maar wel... No Limits. Dan komt vrijdag Gravenscher. En zondag gewoon Rollercoaster. Dus No Limits wordt dan verplaatst naar woensdag. Als jullie het goed vinden dat ik Gravenscher ga doen natuurlijk. Ik doe het niet tegen jullie zin. Dat wil ik niet doen. Ik wil het niet tegen jullie zin doen. Natuurlijk niet. En ja, laat maar weten. Als jullie dat willen, dan gaan we dat doen. Laten we vertrekken terug, want we zijn er al een tijdje stil. Ik ga even doen zo. Daar ga ik naartoe. Dan gaan we weer een nieuwe attractie uitkiezen. En Pluto is er ook. En komt die andere ding ook of niet? Ik denk het niet. Maar oké, Pluto, we gaan verder. We gaan verder. Ik ga eens kijken voor de volgende aflevering van Lol. Dat is dus maandag. Gasten. En, of ja, één gast in. Gast, een vrouw of een man. Een jonge meisje, zeg maar. Welke attractie gaan wij doen? Er zijn attracties open. Black Pearl is open. The Racket staat ook nog altijd open. Die is iemand anders overgenomen dan. Wonderworld is een onderhoud. Disney Tour, Indiana Jones. Indiana Jones vind ik niet zo'n slecht idee om te gaan doen. Of we gaan de castles doen, want die hebben we eigenlijk nog niet echt gedaan. Op de kabouterrit. Volgens mij hebben we de kabouterrit nog niet gedaan, oké. Kabouterrit. Als Pluto dat open doet. Wij kunnen gewoon binnen via de vluggang natuurlijk. Ik kan niet heel die wachtrij nog eens een keer aflopen, want die is fucking lang. Oh, hier kunnen we natuurlijk niet door. Maar de kabouterrit is ook een hele tijd toegewezen voor onderhoud. En dat was dan meer echt naar het systeem gericht. Goed. Nog even wat extra info, want Jens is uit de crew gegaan. Jammer. Maar hij zegt dat, ja, hij heeft het druk voor school, zegt hij. Dus ja, in dat geval dan snap ik natuurlijk wat dat je uit de crew gaat. En ja, Pluto gaat nog gezellig mee zich. Nou, dan gaan wij lekker de kabouterrit doen. En ja, de naam zegt het zelf. Kabouterrit, dus het heeft met kabouters te maken. Het zou goed zijn, als het niet met kabouter. Ik heb dit ook al heel lang niet meer gedaan. Ik heb het natuurlijk altijd bestuurd. Als bestuur ik hem wel. Regelmatig. Ik moet even kijken. Hallo, nou, die NPC's hebben ook allemaal van die rare namen, vind ik. Echt heel rare namen. Hier woont Beer. Oké, gesloten. Hier woont kabouter. Pico, ook gesloten. Waar gaan we nu in? Woonholbeertje Loopy. Oké. Okay. We gaan dus een woonhol van een beer winnen. Zoals ik, je bent ook een beer. Weer welkom bij Ico Beacon 321. Wat? Ico Beacon 3... We hebben Ico Beacon 1, 2, 3. En nu hebben we Ico Beacon 3. What the fuck is dit? Ico Beacon 1, 2, 3 is Robin. Van de crew. En nu hebben we Ico Beacon 3, 2, 1. Hè? Wat? Ik wil heel even bezoeker blijven. Ah, dat is Robin terug. Oh, ik dacht al. Oh. Ik dacht dat het Robin was. Ik dacht niet dat het Robin was. Of is het Robin wel? Ik ben een slaai. Oh. Ik ben gewoon Ico. Oké, okay. Gelukkig. Ik dacht echt van, oh what the fuck. Wat gebeurde er? Maar het is dus Ico Beacon 3, 2, 1 nu. Ik snap het niet. Ik dacht echt van, what the fuck gebeurt er nu? Joint er een nieuwe Ico Beacon. Heel erg graag. Ico Beacon 3, 2, 1. Ik dacht echt van, what the fuck.
Of weet je niet meer, nou. Dat kan ook. Nou, dat kan, maar ik denk het niet. Ik denk het niet, dat ik hier... Ik een beacon is dus... De enige echte Robin. Ik dacht echt dat het even... Ik dacht echt van, wat? The fuck. Wat gebeurt er nu? Er join even een nieuwe Icon Beacon. Super raar. Maar we gaan een mijlpaal richting de 14.000 coins. Kom er kort erbij. Ja, we zitten pas in, aan de 300. Maar van zodra we aan de 400 zitten, hebben we twee vijfde gemaakt al. Nee, twee vijfde gemaakt. Maar nu hebben we 1/5 richting de... Oh, is het fout? Richting de nieuwe dingen gedaan. En ja, na deze rit van de computerrit, we zijn bijna aangekomen, gaan we hem afsluiten. Niet te lang maken natuurlijk, we moeten het beperkt houden. Want ja, het is niet leuk als je moet kijken naar zo'n lange video waar bijna niks in wordt gedaan. Ricardo Rai, nogmaals ook nog proficiat, want hij was de bezoeker met die de meeste eitjes heeft gevonden. In totaal zijn er iets van 9000 eitjes gevonden, helemaal in totaal door iedereen. Echt waanzinnig is dat. Ik dacht dat het station was, maar volgens mij is het niet het station. Of is het wel het station? Ja, daar is het station, daar is het station. We gaan er nog schuin door. Dan komen we aan bij het station, ik dacht, hè. Maar zelf heb ik dus ook eitjes gevonden en er was één eitje, heel erg smerig van de dingen. Die zat op de top van het kasteel, maar die was ook maar de eerste dag alleen beschikbaar. Dus dat was op zondag. En ik ben niet zo iemand van, ja, ik begin in de nacht met zoeken. Ik ben gewoon zondag voormiddag. Dus heb ik gezorgd. Toen mijn oma was, heb ik daar op de computer ook Minecraft staan. Heb ik daar op die computer gespeeld, heb ik gezorgd. Ja, heb ik eigenlijk meer met shader pack foto's liggen maken. Omdat ik dat gewoon heel vet vind. Aangezien mijn laptop er niet echt aan kan shaders. Want dan ga ik gewoon lekken. En dat is jammer. Want anders speel ik gewoon nu met, ja, met shaders. We gaan eruit. Heel netjes. Eruit. Gang. En ja, dat was de aflevering, dames en heren. Dit was weer een extra aflevering van Holland Disney Graaf. Dat is de eerste keer dat we extra doen. En ja, Pluto komt er even bij staan, Pluto. Ik zal even langs Pluto gaan staan, want volgens mij heeft hij natuurlijk geen idee dat ik... Pluto blijf. Pluto blijf. Blijf. En ja, hij heeft geen flow. Zij, hij, ja, hij... Je flow idee. Hij valt bijna in de put. Oké, maar Pluto valt in de put. Hij zit in de put, letterlijk en vuurlijk. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken. Nogmaals, laat het achter. Als wij een serie moeten doen in Craventure of een andere pretpark server. Buiten Sprookjescraft, dank u wel. Want daar ga ik echt niet in opnemen. Aangezien ik er echt een heel saai server ben. Minder fijn dan hier. En ja... Ook qua attracties, het is Efteling en Efteling op zich oké, maar die server, daar gaat bijna niks open. Ze antwoorden bijna niet op je vragen en bla bla bla. Dat is mijn mening over die server. Jouw mening is anders, begin niet op mij boos te worden, dat is gewoon mijn mening. En ja, die moet jullie natuurlijk aannemen. Daar hebben jullie niks over te beslissen. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Lol, dus ik had extra... Zeg maar ja, hij wordt een toegevoegde serie. Volgende week maandag, Lol Discord aflevering 25. Nog 25 afleveringen daarna. We zijn bijna een jaar. Zeg weer, een jaar opnemen. Het gaat allemaal snel. Dames en heren, tot een aflevering 25 van Lol Discord.